Dit is Manege Hillegersberg in Lansingerland. En dit is de plek waar Hanna Max vele uren per week doorbrengt. Ze helpt bij het verzorgen van de paarden, volgt die zelfrijles en kijkt hoe anderen te vanaf brengen. Is dit nou je vaste paard, Hanna, waar je altijd op rijdt? Nee. Nee? Nee. Maar rij je hier wel vaak op? Heel vaak. En wie is dit? Hoe heet hij? Dit is Popje. Pop, kom. Wil je even kijken naar de camera? Kom. Alles wat me over paarden gaat, vindt Hanna geweldig en kan haar eventjes haar ziekte doen vergeten. Hanna Max heeft neuroblastoom, een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kinderkanker. 2 jaar geleden is de ziekte ontdekt. Tot een paar maanden geleden was ze heel ziek en kon ze door de zware behandelingen niet veel doen. Maar nu gaat het beter en kan ze zich weer helemaal richten op die ene hobby, paarden. Het is absoluut fantastisch. Als ik vergelijk met 1,5 jaar geleden, toen ze niet eens kon lopen, is dit heel erg bijzonder. Want hoe is dat gegaan? Het laatste wat wij hoorden was dat ze naar Philadelphia was voor de behandeling. Ja. Ja. Hoe is dat gegaan? We zijn naar Philadelphia. Ze heeft een deel van de behandeling kunnen krijgen, maar uiteindelijk moesten ze stoppen vanwege zijn allergische reactie. Daarna zijn we teruggekomen naar Nederland en het ging een aantal maanden goed. Ze werd regelmatig gecontroleerd en zo, maar jammer genoeg, net voor de kerst werd het geconstateerd dat de ziekte terug was. En dat de weinig kans is van genezing, maar gelukkig was er een studie net gestart met een nieuwe vorm van chemo dat bij haar heel goed aanslaat in zulke gevallen. En bij Hanna is het ook goed aangeslaan en het gaat nu op het moment heel erg goed met haar. De laatste scans laten zien dat ze eigenlijk in een remissie is en dat er geen sporen zijn op dit moment van de ziekte. Dus het is eigenlijk het beste voor wat wij voor hadden kunnen hopen. Omdat de verzekeraar in eerste instantie de behandeling in Amerika niet wilde betalen, hebben de collega-muzici van het Rotterdams Philharmonisch Orkest toen voor de ouders van Hanna een benefietconcert georganiseerd met als speciale gast Janine Jansen. Op deze manier is €51.000 opgehaald om de behandeling voor Hanna te kunnen betalen. Zo'n bijzonder concert. En iedereen die mee betrokken was, zegt dat ook, dat het een ontzettend bijzonder avond was. Ik vond het ontzettend jammer dat ik er niet bij kon zijn, maar ja, Hanna was al bezig met de behandeling, dus ik moest bij haar in Philadelphia blijven. Maar ja, het is geweldig, toch geweldig wat kan gebeuren. De verzekeraar heeft uiteindelijk toch betaald en zo is het binnengekomen geld naar de behandeling van andere kinderen gegaan. Het concert en alle aandacht voor Hanna hebben tot meer resultaten geleid. Deze behandeling, de immunotherapie, is nu standaard voor alle kinderen met neuroblastomen in Nederland. Dus ze gaan nu regelmatig kinderen naar Amerika om deze behandeling te krijgen. En de meeste gevallen wordt dat vergoed door de verzekering. En het is, wordt zo'n luchtbrug genoemd van het ziekenhuis. En daar zijn we heel erg trots op. Wij hebben er natuurlijk voor gevochten, maar het heeft niet alleen maar voor Hanna gelukt, maar het gelukt nu voor andere kinderen. Dus ja, we hebben echt iets mee bereikt en ook al onze collega's en iedereen die mee betrokken was. Het is fantastisch. Het is heel mooi om jullie te zien. Ik zie een enorme lach op die gezicht als ze voorbij rijdt. Ja, dit is ook zo. Het is niet te geloven. Het is echt niet te geloven voor ons. Hanna heeft nooit paarden van haar gedachten gehaald. Ze heeft dus altijd, ook door de zwaarste momenten, is ze bezig met paarden in haar gedachten. Zij heeft het nooit ver, gelaten. En dus voor haar, dit is het allerleukste wat er is. En dus voor ons ook, voor haar. Wij vinden het fantastisch dat zij zoveel doet, dat ze zoveel energie heeft. Dat ze school heeft afgemaakt, dat zij naar de middelbare school gaat volgend jaar. En ja, het is ook voor ons. Het is een wonder. Ja. Ja, popje, kom. En waarom is die zo lief? Hij is gewoon heel schattig in zijn stal. En alle meisjes vinden hem eigenlijk heel lief.